Sparta speelt vandaag met 1-1 gelijk tegen SC Twente. Ben je tevreden met dat gelijkspel? Ja, zeker. Ik vond dat we het heel zwaar hadden in de eerste helft. We hebben echt ervan gemaakt een vechtwedstrijd. Hebben we in de rust ook aangegeven. Nou, kom je ook eigenlijk, vind ik, nog op het moment dat we iets beter in de wedstrijd komen, kom je onverwachts achter. En ik vind dat we daarna ongelooflijke veerkracht hebben getoond tegen een topploeg. En ik vind terecht die dat punt hebben gepakt. Is die vechtmentaliteit ook iets wat in de ploeg zit, waar je naar kan omschakelen als dat nodig is? Ja, vind ik wel. En dat hebben we laten zien. Ik vind dat we een hele goede combinatie hebben met heel goed veldspel. Nou, dat was vandaag minder, maar dat had ook vooral met Twente te maken, die het heel goed voor elkaar had. Nou, dan worden er andere dingen gevraagd en dat hebben ze uitstekend gedaan. In de eerste helft was Twente misschien de bovenliggende partij. Waardoor kwam het dat jullie geen grip hadden? Nou, ik vond dat wij eigenlijk met name aan de bal heel slordig waren. En waren hem heel snel kwijt. Dus we kregen ook niet de druk op Twente. Zij hadden dat prima voor elkaar. Nou, een minuut of 25 heb ik wat omgezet. En toen vond ik dat we wel beter in de wedstrijd kwamen. Je zoon maakte het doelpunt voor FC Twente. Verzag dat de pijn dan iets dat hij de doelpuntmaker is? Nou ja, kijk, je wilt natuurlijk nooit een doelpunt tegenkrijgen. Maar goed, als er dan toch iemand moet scoren, dan hij maar. Want hoe is dat gegaan de afgelopen dagen in Huisjestein? Nou ja, heel hectisch natuurlijk. Heel veel aandacht van de pers. En Sam woont niet meer thuis hoor, die woont in Enschede. Dus nou, er was natuurlijk superveel aandacht voor. En gelukkig was er ook aandacht voor de wedstrijd zelf. Hè? Want het ging tussen nummer 5 en nummer 6. En nou, ik denk dat je dat ook vandaag wel hebt gezien. Dat het stadion was bomvol, uitverkocht. Dus ja, heel mooi affiche en een hele mooie einduitslag. Jullie kwamen na de achterstand vrij snel terug dankzij een doelpunt van Arno Verschuren. Ja, daarna volgden nog 20 minuten waarin er niet echt een ploeg voor de overwinning durft te gaan. Was dat ook echt zo? Was het een beetje hinken op twee gedachten? Nou, ik vond wel dat wij er voor de overwinning wilden gaan. Alleen, wij waren eigenlijk niet bij macht om heel veel kansen uit te spelen. Maar we hebben veel corners gehad, ballen hoog in de pot gebracht, onze verdedigers mee naar voren gegooid. Dus ik denk dat wij, we hebben in ieder geval wel geprobeerd te winnen. Maar ja, uiteindelijk zat het er niet in. Nu zit de eerste seizoenshelft erop, wacht er een hele lange winterstop. In de eerste seizoenshelft spelen jullie maar 14 wedstrijden. In de tweede seizoenshelft speel je dan de overige 20 wedstrijden. Ja, wordt er daardoor anders met de krachten omgegaan of worden trainingen daardoor wat harder aangepakt omdat hierna nog een drukker programma wacht? Nou, we hebben eerst 2 weken vrij en dan hebben we weer een hele nieuwe voorbereiding van 5 weken. En dat, ja, die gaan we gewoon in alle rust gaan we die opstarten met een aantal oefenwedstrijden, met een trainingskamp. En dan nou, moeten we ons helemaal klaarmaken voor het hele drukke programma vanaf 7 januari. Jullie lijken de winst op in te gaan als nummer 6. En ze Utrecht iets heel raars doet morgenmiddag bij Volendam. Ja, hoe zou je de eerste seizoen zelf beschrijven? Ja, ik denk dat het een geweldig resultaat is als je 24 punten hebt uit 14 wedstrijden. En ja, ook de manier waarop we gespeeld hebben. Zowel uit als thuis, overal voor de overwinning gegaan. Ik denk dat het echt allemaal bij elkaar past. We hebben een goed elftal. Uitstekende bank, die elke keer als we wisselen, dan worden we daar beter van. Dus ik denk dat wij, of dat we als Sparta zijn, ongelooflijk trots zijn op de eerste seizoenhelft. Heeft het elftal jouw verwachtingen overtroffen? Ja, soms wel, ja. Ik heb bij Vlaag een elftal gezien wat ik wel in voor ogen had en in gedachten had. Maar wat soms echt wel verder is dan dat ik gedacht had. Wat maakt jullie zo'n, ja, zo'n goed team? Hè? Nou, dat begint natuurlijk met materiaal op het veld. Ik vind dat we goede spelers hebben. Ik vind dat we op heel veel posities verschillende spelers hebben. En ja, dat maakt het denk ik tot een goed geheel. Er wordt hard gewerkt, er is veel plezier. Dus ja, dat is een mooie mix. De komende 2 weken zijn jullie dus vrij. Heb je nog wel plannen de komende 2 weken? Ja, ik ga wel even een paar dagen naar het buitenland met mijn vrouw. En even lekker de zon opzoeken. En dan gaan we ons helemaal klaarstomen voor de tweede seizoenshelft. Veel plezier. Oké, graag gedaan.